Beste mensen, beste parochianen van de Heilige Petrus en Paulus parochie. We gaan een heel vreemd jaar afronden. Een heel uitzonderlijk jaar afronden. Gelukkig hadden we dit jaar, 2020, Johannes 20, vers 20. Je kunt de tekst hier nog rustig nalezen. Dit waren woorden die we nodig hadden in deze hele uitzonderlijke tijden. En we gaan toe naar een nieuw jaar, 2021. En dan kijken we naar Johannes 20, vers 21. En ook dit zijn prachtige woorden die we meenemen het nieuwe jaar in. Het is de verrezen Heer die tot ons spreekt. Hij blijft altijd bij ons. En de octaafdag van Kerstmis, 1 januari, begint ook het nieuwe kalenderjaar. En er is het gebruik om dan de huiszegen te geven en ook de huiszegen mee te geven, zoals hier zichtbaar is. Met die bekende letters daarop, CMB. We moeten even af van de woorden die we elke dag honderden keren horen en gebruiken. De C staat niet voor corona, de M staat niet voor mondkapje en de B staat niet voor beperkingen. Nee, het zijn in eerste instantie de initialen van de drie koningen, Caspar, Melchior en Balthazar. En het zijn de drie gebeurtenissen uit het leven van Jezus die we rond deze dagen bijzonder gedenken. De C van Cana, het eerste wonder wat Jezus verrichtte. De M van Magoi of Magi in het Latijn, de wijzen. En de B van Baptismus, de doop van de Heer. Maar natuurlijk zijn er ook de eerste letters van die drie woorden. Christus Mansionem Benedicat. Mogen Christus dit huis zegenen. Mogen Christus dit jaar zegenen. Daar is deze huiszegen voor bedoeld. En door omstandigheden hebben we nu geen filmpje met vijf mensen uit het pastoraal team die u allemaal afzonderlijk een zalig kerstmis en een gezegend nieuwjaar toewensen, maar eventjes één filmpje met één van de pastoors, maar wel namens hen. Namens hen wens ik u, wensen wij u een zalig kerstmis en een gezegend nieuwjaar toe. Namens pastoor Broeders, namens diaken Clavel, namens pastoraal werker Bas van Pampus en namens pastoraal werker Marlene Valken de Hoog. Van ons allen uit voor u alle zegen en we wensen u een jaar toe dat werkelijk vervuld mag zijn van Johannes 20 vers 21. Vervuld mag zijn met de vrede van de verrezen Heer.